Na Star Wars heb ik nog één persoonlijk favoriet onderwerp. Dat is de smart home. Als goed is ken je ook mijn rubriek waarin ik allerlei dingen probeer. Hier op de IVA, één hal helemaal vol, allemaal smart home gear. En nog een paar halve hallen verderop. De smart home gaat wel gebukt onder een groot probleem. Er is geen standaard. En dat maakt eigenlijk je smart home tot een soort jeugdherberg waar allerlei mensen in verblijven en die elkaar allemaal niet verstaan. Een van de weinige partijen op de smart home markt dat nagenoeg eigenlijk met alles werkt, of beter gezegd alle platforms werken met dit systeem, is Philips Hue, het slimme lichtsysteem. Het bestaat dit jaar 5 jaar. Er zijn wat nieuwe producten uitgekomen. Er is nu het kaarslampje. We hebben Hue Entertainment. Maar de belangrijkste of tofste vind ik misschien nog wel, is dat alle accessoires zoals deze tab compatible zijn geworden nu met Apple HomeKit. Dat is het systeem waar ik mee werk. Het werkt ook met Alexa, met Google en zoals ze zegt, dus eigenlijk met bijna alles. Maar ik heb thuis in mijn smart home heb ik Apple HomeKit. En wat die wijziging doet, is dat ik met de tab of ook de dimmer switches en de sensors, dat ik die kan koppelen ook aan andere apparaten dan Hue apparaten. En daarmee worden die Hue accessoires worden misschien wel een beetje de interface voor jouw smart home. En die dimmer switches die je ook krijgt bij een paar lampen inmiddels, die kan ik dus ook gebruiken voor mijn camera, mijn thermostaat, noem alles maar op. Erg gaaf. Wil je er iets van gaan maken in je smart home, dan moet je goed gaan plannen. Voor welk systeem kies je? HomeKit, Alexa, Google Home, Nest, SmartThings, te veel om op te noemen dus. En dan moet je dus vervolgens gaan kijken van alle afzonderlijke toepassingen, slimme gordijnen, slimme verlichting, you name it, moet je dus gaan kijken met wat werkt het en wat vooral dus niet. Ik moet je dan wel teleurstellen, er is bijna geen enkele oplossing die met alles werkt. Op één na. We zijn hier bij Chameleon, een start-up, ook op de start-up hoek hier op de IVA. Een Hongaarse start-up. En die hebben een oplossing bedacht die jungle aan smart home oplossingen, ja, dat probleem eigenlijk probeert te verhelpen. Wat doen ze nou exact? Ze hebben hier een soort centrale unit, één grote switchbox. Daar sluit je alles op aan. Dat kan zo ver gaan als ook door zo'n van die controletjes achter je stopcontact bijvoorbeeld te prikken. En wat het dan jou toe in staat stelt, het heeft zelf geen app, maar het maakt wel bijvoorbeeld mogelijk dat als jij een HomeKit gebruiker bent, of Google Home of Alexa, dan kun je alle apparaten in huis bedienen via dat systeem, ook al zijn ze niet compatible met HomeKit of Alexa of Google Home. Dat is nou wel een oplossing, want daar zit nou precies het probleem. Als je iets koopt, dan werkt het met 2 van de 3 in je hoofd, belangrijke systemen, maar net die ene weer niet. Misschien net die ene die jij niet hebt. Chameleon probeert dat op te lossen. Dus, nou ja, er is nog hoop voor de smart home. Een basisset van Chameleon kost zo'n €500. En wordt hoger naarmate je het groter maakt. Het is nog niet in Nederland verkrijgbaar, maar het staat wel op de rit bij deze Hongaren om dat komend jaar mogelijk te gaan doen. Dus wie weet.